Met deze OnePlus 7 Pro brengt OnePlus zijn duurste smartphone aller tijden uit. Maar met een 90 Hz scherm, een uitschuifbare selfiecamera en drie lenzen achterop is het ook de meest innovatieve smartphone die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Als het allemaal bevalt, vertel ik je in deze videoreview. Go Beyond Speed, dat is de slogan van OnePlus dit jaar. Dat merk je aan de OnePlus 7 Pro, want aan alle specificaties kun je zien dat dit een echt snelheidsmonster is. Hij heeft een hele vlotte Snapdragon 855 chipset. Dat is de krachtigste die Qualcomm op dit moment maakt. Bovendien heeft hij maximaal 12 GB werkgeheugen, hele snelle opslagruimte en een 90 Hz scherm. Of dat echt verschil maakt, vertel ik je verderop. Allereerst eventjes over dat design. De OnePlus 7 Pro is wat mij betreft namelijk de allermooiste Android smartphone van dit moment. Hij heeft een 6,7 inch OLED scherm dat vrijwel de hele voorkant vult. Het loopt zelfs een beetje door in de zijkant. Daardoor ontstaat een heel slank, smal en bovendien haast futuristisch ogend toestel. Ook de achterkant helpt daarbij. De meeste smartphones hebben nu een beetje een glanzende achterkant die heel snel vingerafdrukken verzamelt. Op de 7 Pro vind je echter een matte achterkant en het ziet er een stuk mooier uit. Het scherm van de 7 Pro vult de hele voorkant omdat OnePlus de selfiecamera in de binnenkant heeft verstopt. Hij schuift automatisch omhoog als je een selfie maakt of als je gezichtsherkenning gebruikt. Dat gaat snel, minder dan een seconde heb je nodig om de camera tevoorschijn te toveren. Volgens OnePlus kan de camera 300.000 keer zonder problemen omhoog schuiven. Gebruik je de camera zo'n 200 keer per dag, dan komt dat neer op 4 jaar zonder problemen. Bovendien is de camera heel goed beschermd. Er zit een laagje saffierglas overheen, wat hem krasbestendig maakt. En als je het toestel laat vallen terwijl de camera uitgeschoven is, dan schuift hij direct en automatisch weer in. Ook de vingerafdrukscanner heeft OnePlus in het scherm gestopt. Normaal ben ik daar niet zo'n fan van, want de scanner achterop is over het algemeen een stuk sneller en nauwkeuriger. OnePlus heeft echter wat verbeteringen gemaakt, zodat die op de 7 Pro een stukje sneller is. Het oppervlak dat gescand wordt is bijvoorbeeld een stukje groter, waardoor je makkelijker je vinger kan plaatsen en waardoor je bijna altijd, bijna direct werkt. Wat mij betreft is dit de eerste goede vingerafdrukscanner in het scherm. Het scherm van de 7 Pro is een echt technisch hoogstandje. Het heeft namelijk een verversnelheid van 90 Hz. Dat betekent dat het beeld 90 keer per seconde ververst wordt. De meeste andere smartphones hebben een verversnelheid van slechts 60 Hz. Een hogere verversnelheid zorgt voor soepeler en vloeiender beeld. Dat merk je bijvoorbeeld als je door Instagram of een website heen scrolt. Als je dat op een andere smartphone heel snel doet, wordt het beeld een beetje blurry en onleesbaar. Op de OnePlus 7 Pro is het beeld zelfs als je snel aan het scrollen bent nog goed leesbaar. Dat klinkt subtiel, maar na een maandje ben ik er helemaal aan gewend. Als ik nu weer overstap naar een 60 Hz smartphone, valt gelijk op dat hij een stuk minder snel aanvoelt dan de OnePlus 7 Pro. Als OnePlus zegt dat ze snelheid boven alles stellen, dan kun je dat aan dit scherm heel goed merken. Helaas komt die functie niet altijd even goed uit de verf. Games, films en sommige andere apps werken namelijk alleen met 90 Hz als de ontwikkelaar het ondersteund heeft. En dat zijn nog maar heel weinig apps. Fortnite spelen op 90 Hz of een Netflix film kijken met een hogere verversnelheid zit er nog niet in. En omdat er maar heel weinig smartphones zijn met een 90 Hz scherm, is er weinig reden voor ontwikkelaars om die functie snel toe te voegen. Daardoor heb je maar beperkt nut uit de functie en dat is een beetje jammer. De OnePlus 7 Pro heeft achterop drie camera's zitten, de eerste keer dat de fabrikant er zoveel heeft. De primaire camera is er eentje van 48 megapixel, die perst het beeld samen tot een scherpere foto van 12 megapixel. Dat is een groothoeklens waarmee je bredere foto's schiet en een drie keer opste zoomlens. OnePlus zet met deze camera een aantal flinke stappen ten opzichte van zijn eerdere smartphones. Helaas halen ze het nog niet bij de concurrentie. Kijk bijvoorbeeld naar de Huawei P30 Pro of de Google Pixel 3, dan maken die echt wel mooiere, kleurrijke en levendige foto's. OnePlus roept wel dat dit de beste smartphonecamera aller tijden is, maar in de praktijk vind ik dat toch een beetje tegenvallen. Kijk bijvoorbeeld even naar deze landschapsfoto die ik gemaakt heb met de OnePlus 7 Pro en de Huawei P30 Pro. Je kunt gewoon zien dat de foto van de Huawei P30 Pro net ietsje kleurrijker is. Het zijn beide hele mooie foto's, maar de OnePlus 7 Pro foto heeft vooral bij de randen toch net wat fletser beeld. Ook met een nachtfoto heeft de OnePlus 7 Pro net wat meer moeite. Kijk bijvoorbeeld even deze foto gemaakt in een nachtclub. De OnePlus 7 Pro heeft mooie kleuren en ziet er leuk uit als je van een afstandje bekijkt, bijvoorbeeld op Instagram. Maar zodra je gaat inzoomen, valt op dat het beeld toch wel erg blurry is bij de randjes en de details. Wil jij een smartphone die niet alleen het snelste is, maar ook het snelste voelt? Dan moet je absoluut voor de OnePlus 7 Pro kiezen. Dit toestel voelt en ademt in alles pure snelheid. Het is een snelheidsmonster waarin OnePlus er alles aan heeft gedaan om Go Beyond Speed als belofte waar te maken. Helaas betekent snelheid boven alles blijkbaar ook dat andere onderdelen een klein beetje ondergesneeuwd raken.
De camera van de OnePlus 7 Pro haalt het gewoon niet bij de concurrentie. Wil je snelheid? Dan kies je de OnePlus 7 Pro. Wil je een betere camera, een hele goede accu of andere features die concurrentie net iets beter doet? Dan zul je dus toch bij de Huawei P30 Pro, de Google Pixel 3 of de Samsung Galaxy S10 moeten zijn. Snelheid boven alles, maar de rest is ook belangrijk, OnePlus. Wil je meer weten over de OnePlus 7 Pro of de gewone OnePlus 7? Kijk dan op www.androidplanet.nl. Daar vind je ook de laagste prijzen en de beste aanbiedingen met of zonder abonnement. Bedankt voor het kijken, geef ons een like en vergeet je niet te abonneren op het kanaal voor meer toffe Android reviews, nieuwe smartphones en andere tips. Doei!